Wou jij altijd al een gratis premium Robux Game Pass hebben, maar het was gewoon te veel Robux en je kon het niet krijgen en het was gewoon onmogelijk om te krijgen? Nou, in deze video laat ik jullie zien hoe je deze premium Game Pass gratis kan krijgen. Dus ik ga jullie vertellen hoe je deze kan gratis krijgen. Voordat we dat gaan doen, like de video nu, abonneer op mijn kanaal en ik ga 1000 Robux weggeven aan de eerste persoon die dat doet, oké? En kijk deze video helemaal af. Als jij deze video helemaal afkijkt en dat comment, dan heb je extra kans. Maar zoals ik al zei, als jij nog nooit deze Game Pass hebt gehad en deze heel graag wilt, ik ga je even uitleggen wat dit doet. Zoals je kan zien, je hebt toegang tot een Star Houses. Dus je hebt toegang tot extra huizen. Je hebt toegang tot Star Auto's. Wat ook nog meer auto's zijn. Dat zijn van die supersnelle auto's. Kijk, je hebt al dit sterretjes en daar heb je allemaal toegang tot. Je hebt toegang tot een super coole politieauto. Je hebt toegang tot zoveel auto's die je kan gebruiken. Kijk, je hebt zelfs toegang tot een tank. Je hebt zelfs toegang tot een tank. Tot al deze dingen. Waar je nog meer toegang tot hebt, is tot een helikopter. En je kan een helikopter besturen in Brookhaven. Ja, het kan. En je hebt ook nog toegang tot een huis zwembad. Dus je hebt een hele huis zwembad voor jezelf in je eigen huis. Je hebt ook toegang tot autovuur. Auto's die in vuur staan? Wat is dat? En rook in je auto's en wielen verliezen in je auto, dat lijkt me allemaal super leuk. Maar laat mij even zien hoe je dit krijgt. Dus ik ga jullie allemaal stappen laten zien hoe je dit krijgt. En als jij al deze stappen volgt, gaan wij de premium Game Pass in de einde van deze video unlocken. Dus volg alle stappen en laten we beginnen. Dus voor de eerste stap moeten we naar de Brookhaven Bank. Dus zoals je kunt zien, we gaan nu naar de Brookhaven Bank. En dit is voor de eerste stap. Dus ga even naar de Brookhaven Bank. Zoals jullie kunnen zien, we zijn aangekomen bij de Brookhaven Bank. Wat we eerst moeten doen is gaan naar binnen. Ga naar deze tafel hier. Pak deze kaart in je handen. Dit is de eerste stap. Als je deze kaart in je handen hebt gepakt, ga je naar boven. Dus dan ga je eerst naar boven. Kijk, de lichten staan aan. Dat is allemaal goed. Je maakt deze deur open, oké? En als je deze deur hebt geopend, ga je naar de volgende locatie. En zoals je kan zien, we kunnen niet de bankdeur unlocken. Dus we kunnen hier niet langs, maar hiervoor moeten we nog een ding doen. Dus we gaan nu terug. Zo, terug. En zoals je kan zien, we hebben zojuist de eerste stap gedaan. Dus na de eerste stap gaan we naar de tweede stap. Dus volg mij even en we gaan nu naar de tweede stap. Dus we gaan naar deze directie hier. Dus we gaan naar deze kant. Loop met mij mee, want we gaan eerst naar deze mail en packages. Dus je moet hierin gaan met jouw karakter. En zoals je kan zien, we zijn zojuist hierin gegaan. En de volgende wat je moet doen is, je pakt een doos. Als je deze doos hebt gepakt, gaan we naar de achterkant van deze gebouw. We gaan langs deze deur en we gaan deze kant oplopen. Dus loop met me mee. Oké, heb de doos vast, loop met me mee. Dit is de volgende stap die we moeten doen. Nu gaan we terug in de bank. En dit is de deur voor de bank. Dus hier gaan we nu in. Vervolgens, als je hier bent, langs te gaan. Ga je hierheen, word je de bankmedewerker. Pak je dezelfde pasje weer. Zoals je kan zien. En we gaan weer deze kant op. Dus je hebt de doos. Je hebt alles. Pak de doos weer vast in je handen. En als je dat hebt gedaan, gaan we deze kant op. Dus we gaan nu naar de volgende stap die je moet ondernemen om de free Game Pass te krijgen. En er is nog een paar stappen om te doen. Dit is bijna het, oké? We zijn bijna bij de free premium Game Pass. Dus we gaan even deze kant op. We gaan naar de Brookhaven Airport. Zoals je kan zien, we zijn bijna aangekomen in de Brookhaven Airport. En we gaan gewoon hierin. Dus we hebben nog steeds de doos, zoals jullie kunnen zien. Vervolgens leg je de doos weg. Pak je een koffer. Zoals je kan zien, loop door deze ding heen. Zoals je kan zien, we zijn doorheen gelopen. Gaan we vervolgens in deze ruimte, in deze gang. En we gaan vervolgens naar de vliegtuig. Dus ga erbij mee. Zoals je kan zien, we zijn zojuist hierheen gegaan. En dan gaan we in de vliegtuigdeur. Als je in de vliegtuigdeur bent gegaan, ga je naar de volgende locatie. En dat is in de keuken. Je gaat in de keuken staan voor 5 seconden. Dus wacht. 1, 2, 3, 4 en 5. Als je 5 seconden bent, minimaal in de keuken geweest, ga je naar de cockpit hier. En dan gaan we weer 5 seconden stilstaan in de cockpit. Dus aan 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, dat was 100% 5 seconden, dus nu kunnen we eruit lopen. Je kan langer blijven dan 5 seconden, maar het maakt niet zoveel uit. Je moet gewoon minimaal 5 seconden blijven in de ruimte. Vervolgens leg je je koffer weg en klik je op parachute. Dat is de volgende stap. Vervolgens, als je die stap hebt gedaan, vlieg je naar beneden in Brookhaven en dan moet je landen op de helipad, oké?
Je moet landen op de H, oké? Zoals je kan zien, er is een grote H en je moet erop landen, oké? Zoals je kan zien, ik ben aan het landen. En je moet gewoon op de H landen. Dus je moet zo en dan ben je op de H geland. Oké? En dan weer het spel dat jij op de H bent geland via de lucht. En nu lokt er een volgende stap. Voor de volgende stap moeten we naar de... Hier, zoals je kan zien, je kan de helikopter met de Game Pass halen. Dus dit kunnen we zo meteen kopen met de Game Pass die we gaan unlocken. Dus we gaan deze kant op, we gaan naar de volgende stap. En de volgende stap is om naar de Brookhaven School te gaan. We zijn zojuist bijna om deze game te unlocken. We hebben dus nog een paar stappen te gaan. Volgens mij nog twee stappen of nog de laatste stap. Dit is een van de laatste stappen om de Game Pass te krijgen. Zoals je kunt zien, we hebben hier student en we hebben hier leraar. We moeten op student gaan, dus we moeten student worden van het school. Nu weet de game dat we een student zijn, nu gaan we naar de volgende locatie. We gaan naar links en we gaan naar rechts. Dus volg mij, je gaat hierheen, je gaat naar de gym, oké? Je gaat naar de gym en dan ga je een bal pakken. Je pakt een bal, nu heb je de bal in je inventory. Dus nu gaan we naar de volgende locatie, volg mij en volg mij wat ik doe, want dit is eigenlijk super belangrijk. De volgende stap, wat we gaan doen, is een van de belangrijkste stappen. Als je deze mist, ga je het 100% niet krijgen, dus we gaan deze kant op richting de town hall. Dus dat is waar we heen gaan nu, dus volg mij hier. We gaan langs het ziekenhuis en we gaan naar deze locatie waar wij de Game Pass bijna unlocken. Dit is een van de laatste stappen, dus gaan wij hierin. Oké, vervolgens ga je in dit gebouw, loop je naar boven. En dit is eigenlijk super eng, want we moeten de lucht uitdoen, oké? Je doet de lucht uit en vervolgens wat je kan doen, is hier een geheime knop indrukken. Dus we moeten zojuist deze geheime knop indrukken. Eén keer en dan unlockt er een ding. Dus we moeten hierop, dus je moet heel snel zijn. Je moet deze knop inklikken en dan moet je hier langs gaan. Voordat het dicht gaat, zoals je kan zien, het is dicht gaan. En dan zijn we in de geheime kamer in Brookhaven. Waar de printer staat voor alle Robux in Brookhaven. Dus dit is eigenlijk de geheime plek voor alle Robux in Brookhaven. Waar de burgers niet over weten. Waar wij wel over weten. Om de gratis Game Pass te krijgen, je pakt Robux uit de printer. En dan weet de spel... Weet Brookhaven dat jij de Robux van de printer hebt gepakt. Nou, wat we de volgende keer moeten doen is... Wat we de volgende stap moeten doen is naar beneden gaan. En dan klik je weer de knop in. En dan ga je eruit. Als het mag. Ja, daar gaan we dan. En dan gaan we naar de volgende en laatste locatie voor deze video. En dan gaan we de Game Pass eindelijk unlocken. Oké? Zoals je kan zien, de Premium Game Pass is bijna van ons. De laatste locatie is de hospital. En dat is de ziekenhuis natuurlijk. Nou, nu gaan we naar de volgende locatie. Zoals je kan zien, is er een gat in de plafond of de muur of zo. En we moeten een ladder pakken voor dit. Dus ga in je inventory, zoek de ladder. Even kijken, waar is de ladder? Ga naar de ladder. Je plaatst een ladder en je klimt op de ladder. En dan ga je langs de muurgat. Vervolgens moeten we naar de volgende locatie gaan. En dat is naar deze stoel. Als je in deze stoel gaat, verschijnt er een code. En met deze code kun jij de gratis...